dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb een heerlijk ontbijtje hier voor me, ook al heb ik geen idee wat het precies is. Marvin die kan vast uitleggen wat het wel is. Wentelteefjes. Wentelteefjes, oh dat is het. Maar wat is dit witte eroverheen? Crème fraîche. Crème fraîche en aardbeidjes. Ja, en dit is altijd het lekkerste eigenlijk over je wentelteefjes. Dus het kan niet al met suiker. Maar daar heb ik er wel een beetje overheen gedaan. Maar dat ziet er goed uit. Als je meer wil. Het ziet echt goed uit. En natuurlijk een lekkere cappuccino. Heel nice. Dankjewel, schatje. Alsjeblieft. Het duurt niet lang meer, dames en heren. Nog één nachtje slapen en dan gaan we weg met de camper. Zo ongelooflijk veel zin in. En we hebben echt al hele goede voorbereidingen gedaan. En hij ziet er zo dik uit. Dus de aankomende tijd gaan jullie dit als ons huis zien. En ik heb er super veel zin in. Echt super veel zin in. Super veel zin om te rijden. Om te genieten. Om nieuwe dingen te ontdekken. Nieuwe plekken te ontdekken. Nieuwe avonturen mee te maken. Nieuwe herinneringen samen te doen. Te maken. Ja, ik heb er ook echt zo zin in. Dus ja, daar ben ik echt mega hyped voor. Waar ik ook hyped voor ben, is om naar Amsterdam te gaan. Ja, klopt, en jij gaat niet mee. Ik ga boodschappen doen. Jij gaat andere dingen doen. Jij vindt dat sowieso niet zo leuk. Ik vind het wel leuk, maar als iemand anders het ook leuk vindt, dan gun ik diegene mee. Ja, vandaag is wel een hele speciale, bijzondere wedstrijd. En een half jaar geleden had ik dit al afgesproken met diegene. Dus ja, dan kan Marvin natuurlijk niet mee. Nee. Ander keertje misschien. Oké, dankjewel schatje. Ja, tot vanavond. Ja, ik ben best wel even een tijdje weg. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Wordt echt superleuk. Doei schatje. Doei. Bye. Oké, dames en heren. Dit wordt zo ongelooflijk nice. Later in deze vlog krijgen jullie namelijk te zien dat Nathan in mijn auto gaat rijden. Hij heeft sinds kort zijn rijbewijs gehaald. Alleen in België is het zo dat als je een rijbewijs haalt, dat je blijkbaar, als ik het goed zeg, ik hoop dat ik het goed zeg, anders zal ik het later in de vlog nog wel een keertje echt goed uitleggen. Maar wat ik als het goed is heb begrepen, is dat als je rijbewijs haalt in België, dat je het eerste half jaar met een L op je dak moet rijden. En je mag alleen auto rijden in België. Dus ik ga hem vanavond richting zijn huis brengen. En als we dan bij de grens zijn van België, gaan we wisselen. Doen we dat L op het dak. En dan mag Nathan rijden. Hij mag dan wel alleen rijden als er iemand naast hem zit met meer dan 7 jaar autoervaring of een autorijbewijs. En dat heb ik. Dus ja, als het goed is, allemaal volgens de regels. En ik ben echt mega hyped. Ik ben zo benieuwd hoe hij gaat rijden in mijn auto. En of hij een beetje gas gaat geven en dat soort dingetjes. Dus ja, laten we er vandoor gaan. Ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik heb mijn jasje achterin liggen. Maar volgens mij hoef ik die helemaal niet te gebruiken. Want wat is het mooi weer. Echt heerlijk. Ik ben helemaal vrolijk. Ik doe het dakraampje open. Oh, eerst de auto aan. Hier. Ik ben zo druk in mijn hoofd. Niet normaal. Dit zijn gewoon echt die laatste uurtjes waar ik heel veel dingetjes moet doen, moet regelen, moet bedenken. Oké, niks vergeten. Geen opladers, geen SD-kaartjes, geen laptop. Alles erop en eraan. Alles voor de camper. Kleding, lange broek, korte broek. Noem alles maar op. Dus echt tatatatatrrrr. Dus alles is keihard aan het draaien en aan het werken. Maar het gaat helemaal goed komen. Ik beloof het jullie. Het komt helemaal goed. We doen deze weer even aan. Telefoon aan het snoertje. Dan stellen we even de navigatie in. Want ik moet Nathan ergens ophalen bij een hotel in de buurt van Amsterdam. En dan gaan we naar de arena. Wauw, het is druk. Oeh, het is poepiedruk. Ik moet echt snel gaan rijden. Willen we op tijd zijn? En we willen sowieso op tijd zijn. Want vandaag is echt een bijzondere wedstrijd. Ajax Feyenoord in de Amsterdam Arena. En zoals jullie waarschijnlijk hebben meegekregen, is het niet echt de beste aftrap van het seizoen van Ajax. Sterker nog, het gaat niet heel erg lekker. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het uiteindelijk weer goed gaat komen. Ik heb mijn handycam bij me. Dat betekent dat ik echt hele zieke beelden kan maken van de spelers en misschien wel van het doelpunt. Laten we het hopen. En dan vanuit Ajax natuurlijk. Maar goed. Even goede vrienden. Ik ga er vandoor. Ja, ik zit in die Juice WRLD vibes, dames en heren. Dat is zo lekker. Gotta keep it together. Maar Juice WRLD is zo nice. En je gaat meezingen, alleen dit is gewoon niet nice. Tenminste, voor anderen is het niet nice. Ik vind het heel nice, maar... Oké, je snapt het idee. Ik ga Juice WRLD luisteren. Let's fucking go. Uh-oh. We hebben file. Ha! Einde vertraging. Gast erbij. Einde vertraging? Dat klopt helemaal niet, man. Ik sta in de file. Damn, ik sta stil. Dames en heren, ik ben in Amsterdam en ik ben vlak bij de arena. Ik ben zo benieuwd of het Nathan gelukt is, want ik heb hem precies een pinpoint locatie gegeven van een rotonde. Alleen ik bedenk me net, ik weet helemaal niet of je daar te voet kan komen op die rotonde. Maar goed, ik doe in ieder geval de deur even open en als hij daar staat, dan kan hij meteen instappen. Het is eigenlijk dus Nathan, hè?
Dat is dat Belgische Franse, dat Nathan. Maar Nederlanders zeggen allemaal Nathan. En Nathan die heeft zichzelf erbij neergelegd dat het gewoon Nathan is en niet Nathan. Of ja, hij kan het zelf het beste uitspreken. Ik zal straks wel eens vragen of hij dat even wil doen, want volgens mij zeg ik het alsnog verkeerd. Oké, ik word nu al duizelig van het rondje rijden, maar hij moet hier ergens zijn. Moet. Yes. Let's go, let's go. En zo, oh ja, hop in de car. Yo. Yo, wow. Was goed? Ja, met jou? Lekker. Gaat die deur vanzelf dicht? Nee, die moet je wel. Oh shit. Oh my god. Wat heb je zojuist gedaan? You damaged my car. Ja, want ik voelde daar niet toen ik hem open gedaan heb. No. Jij lacht daarmee. Ik heb de schrik van. Holy shit. Bro, doe hem dicht. Auw. Sorry. Mijn portefeuille. Dan wij aan het rijden weer. Jesus, sorry. Okay. Ik denk dat het al oké is. We gaan straks checken waar wat schade is. De deur zat zo net over de borduur van de zijkant. Stoep. Fuck. Ben je hyped? Oh ja? Shit, ik was net voorbij de arena gewandeld. Maakt geluid, bro. Ja, de sfeer is niet normaal, mensen hoor. Mensen roepen. Ik hoor iedereen slaan op alles. Het is zo uniek dat wij hierheen kunnen, want het is altijd helemaal fully packed en vol. Het is en... Ajax Feyenoord. Ja, het is niet, bro. Het is die match. Insane. Ja. Helemaal goed. Top. Yes. Perfect, dankjewel. Hey, dankjewel. Hoi. Was er zoveel file? Crazy. Ja, het was echt mega druk. Niet normaal. Maar bro, check dit. Ik ben al de hele tijd, ik was hier rond. Mijn hotel was ook hierachter. Maar bro, check hoe we hier aankomen rijden. Crazy. Dit is niet, we zetten gewoon nu de auto waar in ook de arena. Spelers de auto neerzetten. Dit is niet normaal. Het is gewoon een klein beetje van de lak. Klein beetje van de lak? Ja. Ja? Oei. Oei, ja. Als ik kijk zo naar de waarde van de auto en dit, deze kras... Dan kan ik het net betalen. Dan kost je, ik denk, 15.000, man. Oeh, heb je nog campagnes lopen? Ja, sowieso. Oké. You got me? Oké, nice. Gewoon dicht. Oké, ja, gewoon dicht. Ik ben zo blij, daar ga je hele fucking bar steken. Snap ik. Het is te fixen, komt goed. Bro, zo leuk om dit met jou te delen. Ik ben nog nooit, ja, ik ben al eens naar een match geweest, maar... Het is de eerste keer dat ik al excited ben om dat te kijken. Oh, ik weet zeker... Als we straks in die skybox komen en je ziet voor het eerst zo de plek en het uitzicht, je krijgt kippenvel. Ik weet het zeker. Supporter. Ah ja. Oké. Maar sowieso, of je nou van voetbal houdt of niet, dit is gewoon de bus van Feyenoord, hè. Dat zijn de spelers. Wow. Spelersbus. Ja, ik heb niet zo. Ik zei tegen mijn vrienden van ik ga naar Ajax Feyenoord, dat is helemaal the fuck. Ja. Maar ik ben niet zo'n voetbal guy, dus maar ik ga hyped zijn. Oké, daar gaat de auto. Joek! Die wordt geparkeerd. Oké, let's go. Oké, we gaan naar boven, helemaal naar boven. Jij hebt wel een beetje zo'n... Ik zie dat wel vaker bij je voetbalsupporters. Ja, dat is een beetje hooligan shit. Ja, een beetje hooligan vibe. Kan je dat je ook opdoen, dat je daar doorheen kijkt of niet? Ja, maar dan... Of is dat niet nice? Nee, is niet nice. Doe ook niet de bedoeling. Bro, dit is zo... Dit is niet nice, te raar uit. Ja, zo, ja, oké. Doe maar niet. Oh my god. Ja. Dit meen je niet. Oeh, bro. Je gelooft het niet. Ik geloof het niet. Hij zei het is 0-2. Ik zei hou je bek. Hij zei het is 0-2. Ik zei serieus. Wat late bewegingen laat zich kinderlijk eenvoudig wegzetten hier door Timber. Je komt de eerste kans. En ook gelijk het doelpunt van Feyenoord. Dat hard toeslaat na 9 minuten. Die schuift hem zo in de voeten van Jiménez. Die is het helemaal kwijt en Jiménez gaat hier zijn tweede maken. Jiménez maakt er 2-0 van voor Feyenoord. 20 minuten en het is 0-2. Oké, dit wordt wel pittig, man. Ze zijn nog steeds zwaar. Ja, maar ik weet niet of de sfeer zo goed is als dan alle andere keren dat ik ben geweest. Als je niet terugkomt, ja. Als, niet, maar als we nu winnen... Ja, dat is maar ik zeg je wel, dit is de gezelligste skybox die ooit gaat... Oké, daar gaan we. Oei, daar zijn we. Je eerste indruk, bro. Dat is niet normaal, hoor. Maar ik voel dat het wel goed gaat komen. Maar jij hoort eigenlijk daar te staan. Met die mix. Ja? Goed, deze match komt goed. Check dit, dames en heren. Het weer vandaag is ook echt om te genieten. Ja, alleen de score niet. Maar het weer... Oei. Ja, dit is wel een match, hoor. Ik ben benieuwd of alles goed gaat. Maar wat ook gebeurt, wij houden positiviteit erin. Cheers. Daar zitten we dan. Niet normaal. We staan een watertje en een Fanta. En de barman keek zo... Dames en heren.
Oké, dames en heren, zoals jullie dus net hebben gezien, wil je het nog een keer herhalen of niet? Dus ik heb de deur open gedaan en de deur zat over de stoep. Ik had het niet door. Ik heb zo hard getrokken aan die deur dat hij gewoon rechtstreeks over de stoep gegaan is. En toen hij hem terughaalde, hoorde je gewoon... Toen ik hem al dicht, toen ging het niet. En toen hadden we alle twee door van shit, er is een probleem. Ja, dus... en ik ga dan uit zenuwen lachen. En Nathan zei toen al, dit is niet om te lachen, man. Maar volgens mij heb je een oplossing bedacht, of niet? Kijk, ik heb al mijn geld geïnvesteerd in iets. En jij mag deze wel even bijhouden. Even bijhouden? Hoezo even bijhouden? Ik kan hem niet afgeven. Je mag hem gewoon even hebben. Tot, bro. Je doet nu alsof ik heel je deur kapot gemaakt heb. Ja. Gewoon, je mag deze even bijhouden. Oké, waar heb je het dan over? Ik heb al mijn spaargeld geïnvesteerd. Oeh! In een horloge. Damn! Moet hij hem open? Hey, waarom heb je hulp nodig? Wat gebeurt hier? Waarom heb je. Hoezo weet je dat niet? Luister, ik heb hem nog maar net. Oh. Ze is fresh. Oeh, damn. De mensen worden verblind. Damn, oh, bijhouden of omdoen? Even omdoen, bijhouden, je mag uit. Oké. Tot de schade van de deur gedekt. Kom maar dan. Hij moet normaal rond de andere kant mogen. Nee, ik ben rechts. Wauw. Dames en heren, besef. Ik voel me meteen... Ik ben meteen bang of zo. Rijden in een Lamborghini. Zag nu dat hij bang is omdat je Rolex staat. Ja bro, normaal kunnen ze nooit wat bij me halen. Nu heb ik een... Damn, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een Rolex om heb. En ik voel me niet chill of zo, man. Ik vind hem sexy. Ik vind dat hij er mooi uitziet. Maar hij mag dus blijkbaar niet om rechts. Dat wist ik dus ook niet. Een horloge is voor links. Ja, meeste mensen dragen links horloge toch? Ja, meeste mensen, maar ik... horloge is links. Ik ben zeker, horloge is links. Als ik verkeerd ben, kut, want soms zag ik iets in je vlog, is het volledig verkeerd. En dan krijg je de volle laag. Ja, horloge is links. Oké, nou hij weet het zeker. In ieder geval, ik vind dit wel een goede compromis voor de deur, eerlijk gezegd. Om de schade goed te maken. En wat is deze waard, denk je? Of laat ik het zo zeggen, voor hoeveel heb je hem gekocht? 15. Oh, ik zei 15, hè. Ik zei 15. Dus wat dat betreft. Maar waarom moest je dat vragen aan iemand? Ik heb dat aan niemand gevraagd. Okay. Even gewoon checken. Die dingen stijgen in waarde, snap je? Nee, maar even serieus. Ik zei 15.000, hè? Dus dan heb je wel echt precies gewoon... Precies wat de deur gaat kosten, man. Voor een millimetertje lak krijg je deze watch. Zou jij ooit een Rolex kopen? Nee, ik zou me niet veilig voelen daarmee. Nee, maar dat zeg ik dus ook. Van damn, ik voel me niet chill. Ik zou even stoppen onder mijn trui en zo. Maar ik vind het wel cool. Ik vind het mooi. Ik heb wel vaker een horloge gedragen. Jullie hebben me wel vaker eens een Apple Watch zien dragen. Maar altijd als ik dan wil weten hoe laat het is, pak ik mijn telefoon uit mijn zak. Ik denk, maar dit is wel anders toch? Dit is wel achter klok. Apple Watch is meer voor fitness en shit. Weet je wat echt gangster is, bro? Bro, ik heb de vibe. Oké, ik ga hem weer afdoen, maar ik heb serieus, ik heb echt iets heel gangster. Hij is niet van mij, by the way. Ik heb geen Rolex, we hebben hem gestolen van de meneer naast ons. Hij draait wel, hè? Wow. What the fuck? Damn, bro. Kom je zo naar buiten. Nice chain, bro. Ik ga een foto van je maken, bro. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Hij moet hem een keertje weer inleveren. Het was leuk, het is mooi geweest. Maar we vinden het allebei te spannend. Kan je kan rennen, bro. Ik praat nooit meer tegen je. Je ziet me niet meer terug. Hij heeft een neppe teruggegeven. Oei. Ja, dat zou je maar gebeuren. Mag ik hem even testen en dan geef je een neppe terug. Guy in aanvallend opzicht. Guy, lage voorzet en net niet binnengelopen. En dan wil Ajax een penalty, want Forbes een klein zetje zou hebben gekregen. En dan gaat Gimenez er vandoor. Is er helemaal niemand achter gebleven als Feyenoord tempo maakt. Is het 3 tegen 1. Gimenez, daar komt Minte eraan. Dit kan ook en zo wordt het 3-0. En dat is toch wel heel kinderlijk eenvoudig. Hoe Feyenoord hier countert. Ja, dit ga je nou krijgen. Er zijn er een aantal die het niet kunnen verkroppen. Hoe het eraan toe gaat. En dan wordt er gestaakt in de Johan Cruijff Arena. Dirigeert Guzebiuk met vuurwerk op het veld. De grootste wedstrijd. Ook de wedstrijd die misschien wel de mooiste zou moeten zijn. Gestaakt dus. Ajax Feyenoord na 10 minuten in de tweede helft. 0-3. Oké, dames en heren. We gaan staan. Meestal kan je hier bij deze skybox wel gewoon rustig blijven zitten. Zoals je ziet, alle stoeltjes zijn al leeg. Maar nu, we moeten naar binnen verplicht. Het is nogal een grimmig sfeertje hier in het stadion. Het was een hele bijzondere wedstrijd. 3-0 Feyenoord. En dat al in de eerste helft. 2 keer vuurwerk op het veld gegooid. Dat had nog veel erger kunnen worden, denk ik. Ik denk dat het nog 0-5 geworden ging zijn of zo. Ja, dat gaan we nooit weten. Maar het
was in ieder geval een hele bijzondere ervaring. Ik denk wel dat het een wedstrijd is die de geschiedenisboeken ingaat, maar misschien niet geheel positief. Dus ja, iedereen wordt verzocht om het stadion rustig te verlaten. En ik neem Nathan een keer mee naar een wedstrijd en dan krijgt hij dit te zien. Dus het is niet een heel erg goed begin. Stel je voor, dit is je eerste match die je ooit komt kijken in Nederland. Dat was het voor mij, dus mijn allereerste match Ajax. Ja, kut. Zo gek waar hier allemaal gebeurd is. Maar ga je me ooit meenemen naar een wedstrijd in België? Ja, ja, maar dan is het niet in de VIP. Dan is het niet in de VIP-box. Misschien moet ik dat eens regelen. Misschien moet ik eens checken of ik ook niet een paar connecties heb. Dan ga ik je meenemen. Ja, ik heb wel superveel geluk, maar dat heb ik wel vaker gezegd. Ik heb superveel geluk dat ik hier bij deze Skybox altijd terecht kan. Het is echt bizar. Ja, hele mooie plekken, super uniek. Dus leuk om je een keer mee te nemen, maar jammer je moet van... Me nog eens mee. Ja. Je moet me nog eens mee. Ja, je hebt nog een ticket te goed, ja, naar een betere match. En hoe zeg je jouw naam ook eigenlijk weer in het Belgisch? Mijn naam, Nathan. Ja, dat was het, Nathan. Nathan. Ja. Frans. Ja, Nederlands kunnen dat. Yo, maar Nederlands kunnen dat niet, hè? Nee, Nathan. Ik zeg altijd Nathan, dus dan zeg ik gewoon Nathan, omdat het makkelijker is voor jullie om dat uit te spreken. Dat zei ik dus ook. Dus nog één keer jouw eigen naam? Nathan. Ja, is wel veel mooier eigenlijk. Maar goed, wij Nederlands kunnen dat gewoon moeilijk uitspreken. Oké, dit is het laatste shot van het stadion, want we moeten naar binnen. Helaas, pindakaas. Weet je wat het is? Dit is de spelersbus, denk ik, van Feyenoord. Oh shit, tuurlijk. Het is zo. Ja. Het is echt zo. Kijk. Die wordt hoog, hij is kort door politieagent. Ja. Tuurlijk. Ja, we zijn nu weg bij het Amsterdam Arena, omdat het was een beetje chaos. Misschien hebben jullie het wel gezien op het nieuws. Maar wij moesten nu wachten, heel het verkeer werd tegengehouden, want de spelers van de Feyenoordbus die kwam langs. Dat is toch absurd om aan te denken dat ze de snelweg gewoon moeten stellen om de spelersbus door te laten. Ja, dat is wel bijzonder om te zien ook. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt zo. Ja, we hebben echt iets meegemaakt, dames en heren. Dit is echt, er was zo'n bijzondere ervaring en sfeer en alles. Ja, zie je, ze nemen de vluchtstrook. Dus de spelersbus die neemt de vluchtstrook daar. Want ja, voor de rest staat alles vast. Want ja, Amsterdam Arena kunnen heel veel mensen in. Ja, bijzonder hoor, wat we hebben meegemaakt. Heel bijzonder. Dat zei iedereen in die skybox ook. Ja, dat is heel bijzonder. Er is nog niet veel gebeurd. Er werd zeg maar omgeroepen in het stadion. En dat is een melding die ik ook nog nooit heb gehoord. Maar de mensen daar van de skybox hadden dat ook nog nooit gehoord. Ik heb het opgenomen, die melding. Ja, die ting ding door het heel het stadion. En dat toen... U kunt het stadion dat veilig en plaats op van de stewards de snelste en veilige route. Hoofdingang 1 is gesloten. Ja, hoofdingang E was gesloten, want daar waren allemaal mensen naar binnen gedrongen. Dus ja, het was nogal chaos. En ja, wij hadden de auto staan bij het arenadek. Dus wij moesten even een tijdje wachten totdat het wat rustiger was. En toen uiteindelijk konden we met de auto weg. Dus we staan nu in de file. We gaan naar Antwerpen. Yes. En bro, zodra we de grens over zijn... Ik dacht dat je misschien niet meer ging zagen. Ja, ik heb alles mee, ik heb mijn rijbewijs mee en mijn L. Ja, zodra we de grens over zijn, dan gaat meteen Nathan rijden in de auto. Dan plakken we de L op het dak. Wat een dag. Het is, Nathan zei ook al, van, het is wel echt bizar. Gewoon, als wij met z'n tweeën zijn, dan maken we altijd wel iets mee. Er gebeurt er altijd zo gekke shit. Dan, ja. Damn. Maar dit was wel top 3 gekke shit. Nou, dit was opgesloten in een skybox. Ze zei letterlijk, doe de deur op slot en blijf binnen. Ja. Omdat er mensen in het stadion gebroken waren. Dus. Ja, dat was wel even spannend en even heftig, ja. Ja. Maar goed, we zitten nu in de auto en we gaan onderweg naar Antwerpen Centraal. Ik sta nu in de file, daarom heb ik er even voor gekozen om met mijn vlogcamera te filmen, niet met het microfoontje en zo, omdat ja, we rijden nu gewoon niet. En als we rijden, rijden we 5 km/u. Maar ja, echt bijzonder. Maar jij gaat straks rijden, daar ben ik super hyped voor. Welke datum ben je geslaagd? Ik heb mijn L. Ja, want hoe zit dat in België? Het is 8. Oh, ik heb het al zoveel... Ik heb nu wel een manier om het goed uit te leggen. Want okay. Dit weekend heb ik het al zoveel mensen moeten uitleggen hier in Nederland. In België is het dus zo, nadat je 20 uur les gevolgd hebt, krijg je voorlopig rijbewijs. Als de rijschool vindt dat je goed gereden hebt. Maar je hebt nog geen rijbewijspapiertje? Jawel. Ja, voorlopig. Maar heb je een examen moeten doen? Nee, dat komt nog. Nu ben ik eigenlijk zo in stageperiode. Daarom, ik mag nog niet uit België. Ik mag in het weekend en op vrijdag niet na 10 uur 's avonds rijden. Oh, echt? Nee. Ik heb zo eigenlijk half rijbewijs nu. What? Ik mag enkel met iemand in de auto die al langer dan 8 jaar zijn rijbewijs heeft. Dus ik kan enkel met jou in de auto. Al mijn vrienden hebben nog niet 8 jaar hun rijbewijs, dus daarmee kan het niet. Ik mag wel alleen rijden.
mag alles alleen doen, behalve uit België gaan. En dit moet ik moet hier 3 maanden mee rijden. En dan mag ik mijn examen. Oh, dat is verplicht dus gewoon. Ja, het moet, het moet. Dus zo van, probeer eens. We willen zien of dat je het kan. Als ik nu al boetes rijd met die eil, dan gaan ze zeggen van... Snap je? Ja, ik snap het. Het is eigenlijk best wel interessant. Het is wel slim eigenlijk. Het is kut, maar ik snap het al. En wat is 3 maanden? Ja, maar aan de ene kant wel slim. Maar aan de andere kant zou je zeggen, je hebt nog niet genoeg rijervaring. Ja, daarom zit er natuurlijk iemand naast die wel de rijervaring heeft. Maar ja, die heeft niet zo'n rem en pedaal inderdaad. Maar ik heb al veel gereden. Ik heb mijn 20 uur al gedaan. En de rijschool heeft beslist dat ik in staat ben om te rijden. Dat ik heel massen kunnen op, ze kunnen het je ontzeggen. Ze kunnen zeggen van, nee, jij mag niet. Maar ik heb hem dus wel. Oké, nou goed. Wordt een hele beleving straks in ieder geval. Yes. Ik heb er heel veel zin in. Maar we moeten dus ons even goed aan de regels houden. Dat we als eerste straks de L op het dak plakken. Nee, het is niet op het dak, op je raam. Oh. Achteraan, dat de mensen achter me... Oh, achter op het raam. Dat de mensen achter ons weten. Ah. Echt, dat is het. Ik dacht letterlijk dat we een L op het dak moesten doen. Nee, op de raam achteraan, dat de mensen achter ons weten dat ik een leerling ben... Of zoals de andere mensen zeiden, het is de Elva Loser. Nee, maak je niet druk, komt goed. Eerder gisteren op het circuit van Zandvoort gereden ook met auto's. Ging ook super hot. Ja, dat was wel nice. Dat was nice. Goeie training voor vandaag. Oké, nou als je op het circuit heeft gereden, dan zou dat allemaal goed moeten komen. Zeker. Dus uiteindelijk als we bij de grens zijn van België, dan brengt Nathan zichzelf naar het station toe van Antwerpen. Nice. Crazy. Oké, dames en heren. We zijn even bij een tankstation. Ik ga sowieso even plassen. We gaan even wat drinken halen. We gaan heel even chillen. Ik denk ook eten halen. Het is 6 uur. Dus als je heel even een momentje hebt, gaan we even bikkelen bij het station. Heerlijk. En ik ga even tanken. Dus we gooien hier eventjes... check deze car. Oeh. Damn. Lekker. Deze auto is zo fucking clean. Dankjewel. Holy shit, man. Kijk, aangenaam. Yo, Enzo. Echt nice, bro. Ja, jou ook, man. Ja, nee, maar ik vind deze unieker, man. Nee, dat zie je niet vaak. Nee, daarom. Dat zie je echt niet vaak. En Joeri zie je steeds vaker. Maar dit... Ja, ik hou van uniek, man. Ja, dit is wel uniek, hoor. Zee, bro. Oeh. Dit geeft gewoon licht ook. Check dit. Dit hoort gewoon volgens mij bij de lampen of zo. Ja, hij is heel ziek. Hij is echt heel nice. Ja, echt super nice. Ik heb zelf ingezet. Oké. Okay. Achterin heb je reflectoren. Daar heb ik ook knipperlichten ingezet. Kan je even achterkijken als je wilt. Ik ga even checken. Wow, die spoiler is wel echt... Wow, hier is op beneden. Ja, vet, hè? Ja, dat is nice. Oké, ik denk dat er een auto langs wil. Rust gaan, hè? Ciao. Ja, zo'n auto is misschien wel unieker dan mijn auto. Gewoon, ja. Helemaal getuned en zo. Ik vond hem heel dik. Ik vond hem echt heel dik. Goed, we gaan hem even vol tanken. En dan gaat Nathan straks rijden als we in België zijn. Oeh. Ik weet nu al gewoon zeker... dat Nathan zoveel eten gaat bestellen. Als er iemand van eten houdt en graag veel eten is het Nathan. Ik blijf me altijd zo verbazen hoe supercool mijn tankdop is. Gewoon een carbonen Lamborghini tankdop. Bizar. Hoppa. Ik wist het. Ik zei het al. Wat? Ja, hij is sowieso aan het eten en hij heeft al heel veel dingen besteld. Ja, de rest komt nog. Zie je, ik wist het. Wat heb je besteld? Ze hebben veel, man. Ja, ze hebben veel. Wat? Goed tankstation dit. Ja, ik heb bij... Turks broodje teriyaki. En lekker. Allemaal roze koeken gekocht. Roze koeken? Ja, dat is nice. Oké, dames en heren, we zijn nog steeds bij hetzelfde tankstation. Ik heb nog even een koffietje gehaald. Bro, je hebt... Bro, wat was je aan het eten toen ik binnenkwam bij het tankstation? Dat. Een saucijzenbroodje. Ik nice. En roze koeken op. En daarna at je die teriyaki op. Ja. Toen een roze koek. En nu dit weer. En je hebt nog een banaan. Nice. En ik heb alleen 1 broodje warm vlees. Ik weet niet wat dat is. Ik heb altijd honger. Veel honger. Ja, dat is echt bizar. Ik vind het ook echt leuk om te eten. Ja, je bent helemaal happy. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Kijk, daar loopt een gelukkige man. Onderweg naar België. Let's go. Dit gaat misschien wel het favoriete momentje van de dag worden. Want ik ga even lekker wat eten. En dat iemand een foto gaat komen vandaag. Oh, hi. Ja, hij vroeg het wel heel lief, ja. Dat was echt een lieve jongen. Damn. We hebben even een fotootje gemaakt. Ook alsjeblieft maar 1 van jullie 2 op de foto, want ik dacht van bro, dat mag hard. Oké, jij hebt een Turkse bol met teriyaki. Hij is al weg. Oh, echt nice. Ik heb, dames en heren, let op. Ik hoop dat ze genoeg saté erop hebben gedaan. Boom. Zo ziet het eruit. Damn. Dit is echt een nice tankstation. Verse broodjes, verse keuken, alles. En het is heel erg leuk, want Nathan die vroeg net al van, wat is dat? Dus ik zei, ik heb gekocht boterkoek. Ik zei, ken je dat? Maar ik ken boterkoek wel, maar in België is boterkoek iets helemaal anders.
In België is de boterkoek letterlijk de naam voor alles bij de bakker. Alle zoete dingen bij de bakker zijn boterkoeken bij ons. Maar weet je voor wie ik dit heb gehaald? Voor Myron, denk ik. Nee, voor je moeder. Echt? Ja, jij gaat naar huis, toch? Ja? Ja, ik dacht gewoon, je moeder is zo lief. Damn, insane. Dus ik dacht boterkoek voor je moeder. Super lief. Ja, alsjeblieft, geen probleem. Ik heb voor Myron natuurlijk wel wat gehaald. Leuk dat je het zegt. Nee, ik heb voor Myron wel iets gehaald. Namelijk deze. Deze vindt ze heel lekker en deze vindt ze heel leuk. Want hiermee kan je zo'n geluidje maken. Ken je dat? Zo. Dus dat vind ik leuk. Wauw. Top. Top. Ik heb dat altijd. Daarnet zei je het ook. Ik heb dat altijd. Als ik eet, smijt het me er volledig in. En dat vind ik zo mooi. Als Nathan eet, dan dedicate hij gewoon zijn hele gezicht aan zijn eten. Dan is het gewoon alles of niets. Dan, het maakt niet uit wat er met zijn gezicht gebeurt. Ja, dat gaat niet echt van het eten. Dan ben ik alleen nog maar bezig met dat. En dan als het goed is, ja bro, dan moet ik mijn gezicht begraven in de maaltijd. Ja, je moet niet alleen een levensgenieter zijn volgens Nathan, maar ook een eetgenieter. Zeker. En dat is Nathan echt volop. Ik bedoel, check deze foto hier zo van Nathan met zijn spaghetti. Niet normaal. Echt niet normaal. Ik heb medelijden met je moeder. Ja, ik doe altijd mijn kleren af ook. Ik eet nooit spaghetti met een t-shirt. Gewoon zonder t-shirt altijd, omdat anders gewoon bro. Is fucking. Oei, oei, oei. Nou, ik eet mijn broodje even lekker snel op en dan gaan we doorrijden. En dan ben ik benieuwd wanneer we bij de grens aankomen. What the fuck? Check dit. Ah! Fuck dit. Wat is dat? Ik had het eigenlijk moeten filmen, want ik ben een compilatie aan het maken voor een super lange TikTok. Ik weet het niet. Ik heb er al dingen over opgezocht op internet. Maar blijkbaar is dat dus gewoon zijn aandoening. En eigenlijk moet ik stoppen met eruit te trekken, want het wordt alleen maar erger als ik er blijf uithalen. Maar dit is snot in je oog of zo? Zoiets, zo noem ik het ook. Oogsnot. Dat is wel een goede oogsnot. Ja, maar eet smakelijk. Het komt er ook niet uit, want ik vind het zo leuk om het ervan te trekken. Maar ik moet eigenlijk stoppen met dat doen. Het is raar, hè? Heb je dat ooit al gezien? Niemand. Nee. Niemand tegen dat ik spreek heeft dit ooit al gezien. Dat is zo raar. Ik zag het gewoon eens. Ik was in de spiegel aan het kijken en ik zag een slapertje. Noemen jullie dat ook slapertje? Zoals je zo wakker wordt 's morgens. Je hebt zo iets in je oog. Ja, dan zeg je hebt nog slaap bij je oog. Dat is een slapertje. Ik zag iets zitten in mijn oog. Het was geen slaap, maar het was zo nog nat. En ik trok en ik trek het gewoon van heel mijn oog. Soms zie ik minder goed omdat een streep dat over mijn oog ligt. Dus als je iets niet ziet en je stoot ergens tegenaan, dan zeg je sorry, er zat snot in mijn oog. Er zit nog snot in mijn oog, ja. Dat is niet bijzonder, dat is gewoon rare shit, man. Ik heb oogsnot. Ik heb snot. Nee. Vanaf het moment dat je mij Twitterbericht stuurde om mee te doen, zeg maar, aan de giveaway, toen wist ik al, deze jongen is bijzonder. Mijn gezicht heeft nog zo lang gestonken nadat ik dat gedaan heb. Wow, yo. Echt waar, als je zo'n slagroom op je gezicht gesmeerd hebt, dat zit ook in je neusholtes dan. En dat droogt op en slagroom stinkt naar zure melk, bro. En braaksel en damn. Ik heb wel eens een tijdje pranks gedaan met Mark van Smoor. En als er één ding echt moeilijk uit kleding te halen is, uit een bank, uit gewoon überhaupt interieur, of een plafond, een muur, dan is het slagroom. Zeker. Slagroom is zo zuur, dat bijt overal in. Je pakt beter gewoon scheerschuim en dan. Dat is hetzelfde, equivalent ervan, exact hetzelfde. Het stinkt gewoon minder erg en het is makkelijker om op te kijzen. Ja, dat is wel een goeie, ja. Maar goed, ik ga nu echt even een broodje verder opeten. Ja, en zo heel de tijd filmpjes maakt van zijn oma en zijn opa om updates te geven over waar hij is en zo. Dat is super nice. Dat is, meer kinderen zouden dat moeten doen. Meer zo eens een berichtje sturen naar je oma en je opa. Want zij willen weten wat je doet. Ze vragen het niet altijd, maar ze willen het altijd weten. Dus je kan altijd eens in de dag een berichtje sturen naar je oma of je opa. Ze gaan het super leuk vinden. Moet je moeten mensen veel meer doen. Ja, zeker weten. Ik kreeg namelijk net een appje van mijn opa, van, want die wisten dat ik daar was. Van, ik zie allemaal op het nieuws dat er vernielingen zijn. Kom je veilig weg daar? Gaat alles goed? Ja, super lief. Dus ik maakte even een filmpje dat ik lekker broodje warm vlees aan het eten was. Maar dit kent Nathan niet. Ik ga het je leren. Oké, ik doe het één keer voor. Wel je mond boven, als je knijpt. Ja, ik vertrouw zo wat dingen nooit. Misschien is het een prank. Oké, wacht. Dit komt bij jou een beetje omhoog. Je kan niet te snel achter elkaar. Je moet hem weer even. Even terug laten rechargen. Ja. En het is eigenlijk de bedoeling dat je niks in je mond krijgt, maar wel het geluid maakt. Kijk. En dan ook op zijn hardst. Alles moet perfect zijn. Hoe langer ik wacht. Zit echt in zijn mond met die microfoon. Hoe langer wacht, gewoon. Hoe langer wacht.
Ja, het is leuk om te doen. Dit heeft Mario me ooit geleerd en sindsdien. Ja, daarom heb ik die fles ook voor meegenomen. Ik weet zeker dat ze het gewoon grappig vindt. En dat zijn van die dingetjes, weet je wel. Dat heb ik al vaak tegen jullie gezegd. Dit zijn van die dingetjes. Ja, oké, bij Tankstation kost het alsnog €2,65. Daar gaat het niet om. Maar het gaat niet om het bedrag. Maar het is meer zo... Ja, bij de het feit dat je eens gedacht hebt dan naar een nieuwe winkel. Kijk, dat is het. Het feit dat ik inderdaad bij een Tankstation sta en dat ik met Nathan ben en kom net van Amsterdam Arena en dat ik denk even aan Myron. Dat zou Myron leuk vinden. Dan moet je... Ja, nou, daarom dacht ik van, als ik dat meeneem, sowieso superleuk. Dus daarom doe ik het. Goed, ik ga hem verder drinken. Let's go. Ik heb gelogen. Ik heb eigenlijk nog wat gehaald. En dit heb ik gehaald eigenlijk omdat ik heel erg benieuwd ben. Ik vind het zo leuk dat je bepaalde dingen niet kent. En dit zijn echt een soort van mijn guilty pleasures om te eten. Dus ik heb echt zoiets van, ik ben echt benieuwd of jij dit kent. Oké, spannend. Drop of zo. Ja, die hebben we de vorige keer toch gegeten. Echt? Ja, je smeet al de zwart uit de auto. Oh ja. Oh ja, shit. Ja, dat zijn tikkels. En ja, ik had toen een handje, toen had ik heel veel van die zwarte drop tikkels. Ja, en die gooide ik uit het raam. Dus toen zei Nathan, waarom gooi je dat de hele tijd uit het raam, die zwarte tikkels? Dat zijn sterke dropsmaken. Ja, ik zei die gekleurde zijn zo lekker fruitig. En die drop die was zo sterk aan smaak. Maar dan heb ik wel iets nieuws hier sowieso. Oké. Ken je dit ook? Schoolkrijt. Ja. What the fuck? Er is een snack in Nederland die schoolkrijt. Nee, dat kan niet. Nee? Maar ik heb nog een laatste. En deze vind ik eigenlijk het leukste, want deze is van nog langer geleden. Oké. Ken je dit ook? Ja, deze ken ik wel. Ja? Deze ken ik wel. Die is oud. Die is echt deze oud. Deze leg je in de kruidvat gewoon. Maar dit... Schoolkrijt, dus als je er eentje in neemt, neem je de rest. Smaakt dit naar munt? En drop. En drop, mag ik deze open doen? Ja, zeker. Hoe maak je dat open, bro? Aan de zijkant. Nou, vind je? Waar doe jij dit open? Bovenaan? Ja, subtiel. Subtiel, ik doe niet als subtiel. Dat weet je niet wel. Schoolkrijtjes. Speciale textuur, man. Hard, maar toch zacht. Hard. Weet je waarom de schoolkrijt heet? Omdat het op schoolkrijt lijkt. Ja. Wow. Zeg eens bzz. Bzz. Nee. Bzz. Dit is nice. Ja, is lekker, hè? Als ik mijn koffietje op heb, dan drink eet ik mee. De drop, maar zachter. Juist. Nice. Dat is anders dan die drop. Ja, te hard die. Ken je dit? Nee. Eten dat die minions altijd. Banana. Bro, die film. Ik heb een stemmetje in die film, hè. Ook? Ja. Wauw, joh. En weet je wat grappig is? Mijn eerste stemmetje volgens mij ooit in een film... Was van een minion. Dat was letterlijk van een stoner... In de film Minions. Ik ga je laten zien, bro. Dit is fucking grappig. Dit is zo leuk. En dat was gewoon puur zodat ik kon zeggen... Hè? Ik heb een stemmetje ingesproken. Ja, ik kreeg ook geen grotere rol, maar... Het was een beetje tijdsdruk en zo. Minions, stoner. Die guy die ik moest inspreken, dat was een... Ja, die speelde een minion die... Nee, dit was geen eens een minion. Oké. Okay. Het was in de Minions film, maar het was geen eens een minion. Ik denk dat dit hem is. Dat ben ik. Van een hippie. Hem heb ik ingesproken. Dat is een hippie. Oh ja, hippie. Sorry. Je moest het toch beter uitlaan. Hippie. Wow, yo. We zijn bij het tankstation en we zijn in België. Dat kan maar één ding betekenen. Dat we een L op de achterkant van de Lamborghini gaan plakken. Dat vind ik ook cool, dat er gewoon een L op mijn Lamborghini komt. Dat is eigenlijk ook super grappig dat er een L aan een Lamborghini gaat hangen. Inderdaad. Mensen gaan voorbij ons rijden en echt denken van... What the fuck is going on? Sowieso, welk persoon laat een beginnende rijder in een auto rijden? Het is wel een automatische auto. Dan. Ja, dat wel, zeker weten. Maar je moet alsnog kunnen rijden. Jazeker. Door 650 pk, bro. Damn. Super excited. Maar ik weet van mezelf, ik kan goed rijden. Ik heb al veel gereden en het gaat goed. Weet je wat ding vooral is, wat ik geleerd heb of zo? Je moet niet bang zijn of zo. Je moet gewoon opletten en goed rondje kijken en zo. Maar vanaf dat je begint te twijfelen aan jezelf, dan... Dat is met alles zo. Dat is met snowboarden ook zo. Dat is met alles waar je in een verkeerssituatie zit. Je moet gewoon zeker zijn van jezelf. Tijd om te plakken. Oké, let's go. Proef. Ja, dat is hem. Proef. Rijbewijs. Hij is goedgekeurd. Heb je dit al eerder bij iemand geplakt? Ja, tuurlijk. Wow, ik ga hem er ook op laten zitten. Mag dat? Ja, tuurlijk.
Ja, tuurlijk, zegt hij. Besef, hij plakt gewoon een L op mijn auto om te kunnen rijden. Ik heb hier zijn rijbewijs. Ze gaan er makkelijk af. Hoe cool is dit? Ze wouden er niet mee rijden. Nee, wouden ze niet mee rijden? Yes! Wow, dat is ook amper zichtbaar, bro. Ja, maar als er een auto op schijnt, dan zie ze hem hangen. Ja? Weet je zeker? Ja, dat is goed genoeg. Oké, ja, als het op de achteruit moet, dan is dit wel de achteruit. Alleen, ja, sommige auto's hebben een achteruit die meer rechtop is. Blijft deze auto. Nee, en let's het is geblindeerd. Let's go! Dit is te mooi, dames en heren. Dit is echt te mooi. Oké, sowieso heeft Nathan hier gezeten. Roze koek. Oké, bro, nu is het aan jou. Ja, leuk. Oké, ik mag hier gewoon rechtdoor? Ja, dan kan je daar weer op. Ik moet nog aan, joh. Ja, maar je zit nu te reffen, bro. Ja, wacht, nee, maar dit... Doe eens even sport, doe eens even reffen. Wat is reffen? Dat doen. Ja. Hij is ready. Ik voel dat hij ready is. Wil je in sport rijden of in normaal? Doe maar sport. Oké, dit is sport. En dan moet je met die flipper in z'n één zetten. Dit? Ja, nu zet je hem in z'n één. Ja, als je rem ingedrukt houdt en de één keer deze naar je toe. Eén klik, juist. Is dat in één? Ja, nu gewoon loslaten. Nu is de rest automatisch. Wow. Je rijdt, bro. Damn. Moet gewoon even rustig checken hoe ik hier rijd. En dan is alles uit. Damn, deze auto, bro. Ik ga je niet teleurstellen. Oké, ja, je mag hier 120. Ja, cool. Oké, let's go! Hij zit gewoon te rijden, wat de hè? Ja, maar ik heb goed geoefend. Ik ben echt blij dat ik zo die dag op het circuit. Toen heb ik voor de allereerste keer met een manuele auto gereden. Met de automatische auto waar ik niet moest schakelen. Heb ik voor de allereerste keer met een grote auto gereden. Want er is een SUV, hè. Je zit hier hoog. Ja. Ik heb in principe nog nooit met iets zo groot gereden. En nu... Damn, feeling good. De volgende keer regel ik vrachtwagen, ja? Oh, nice busje. Hij rijdt in mijn auto, Nathan. Rustig. Waarom schommel je? Ik weet het niet. Ik denk van de excitement of zo. Ik denk dat ik gewoon... Weet je hoe je vandaag... Je hebt je kniplicht nog aan. Weet je hoe je vandaag ging switchen? Raar. Het voelde ook raar. Ja. Het voelde alsof de auto zo'n beetje... Ik denk dat mijn handen aan het trillen waren of zo van de excitement. Oké, je mag hier 10 kilometer harder dan wat je rijdt nu. Want anders gaat een auto rechts inhalen. Ze gaan ons niet inhalen in een Lamborghini. Je mag iets meer naar links, je rijdt nu op de middenstrook. Ja, ja, het is uitgekijkt dat ik zo hoog zit. Ja, hè? Fucking nice. Dit is perfect. Love it. Oh, ik voel me echt zo'n rijinstructeur. Ja, maar dat is nice. Het is daarom dat ik enkel maar mensen die al 8 jaar rijbewijs hebben mag rijden. Ja, precies. Stel je voor, iemand heeft net zijn rijbewijs of zo, die kunnen mij niks helpen of zo, als ik in shit zo zit. Maar jawel, okay. Ik heb ook het gevoel dat als ik iets niet goed zou doen, dan je weet wat ik bedoel. Ik voel me ook niet... Als het niet zou lukken, maar ik ben niet bang om dan te zeggen van yo en zo. Ja, oké. Okay. Nee, dat geef je goed aan. Je weet wat die pijlen op de weg zijn? Ik heb geen flow idee. Oké, die pijlen op de weg, en dat hebben ze maar eigenlijk... Maar dat betekent dan dat er mensen van rechts inkomen volgen? Nee. Ja, nee, die pijlen wel van rechts. Maar ik bedoel letterlijk de pijlen die je hiervoor ziet. Dus de bedoeling is van deze pijlen, dat als jij op een pijl rijdt, dat je de pijl daarvoor leeg is. Okay. Anders zit je te dicht op de auto. Bij andere mensen. En dat betekent dus gewoon van ze willen jou leren om te laten zien hoeveel afstand je moet houden. Veilige afstand houden met de juist, want anders dan als hij op de rem gaat, dan heb jij niet genoeg remtijd. Yep, perfect. En dat is wel geinig, want dat doen ze volgens mij in België als enige. Dat ze af en toe van die pijlen hebben om te laten zien hoe ver je afstand moet houden. Dat in Nederland heb ik dat volgens mij nergens gezien. Nee, inderdaad, nice. Mag ik nu in de rechte rijstrook blijven? Ja, maar we gaan een beetje dicht op elkaar rijden. Ja, ik zou eigenlijk altijd rechts blijven rijden. Tenzij je gaat inhalen zoals nu. Dus wat je nu heel goed deed, want je wou je kniplicht aandoen. Jij zag al voor jou een bus en een vrachtwagen. Ja. Jij weet, die rijden langzaam. Tuurlijk. Het linkerverkeer gaat ook al remmen, dus wat je nu doet, is je kijkt gewoon naar links, doet kniplicht aan, kijkt weer naar links, ziet niemand en dan boom, kan je hem daar neergooien. Yep. Kijk, en ik zal nog iets voor je fixen. En bro, nee. Ik doe een massagestoel aan. Wild. Oké, dames en heren, nou ja, jullie zien het. Ik zit hem hier gewoon te chillen. En Ansel zit in een passenger seat. Ja, ik zit ernaast. Hij is een passenger princess. En ik ga gewoon goed kijken wat Nathan doet. En ik vind het nice om te horen dat hij zich veilig voelt Zeker. Met mij in de auto. En als ik iets zie wat niet oké is,
dan zal ik het laten weten. Jij en Myron zijn gewoon ook echt super goede chauffeurs. Jullie kunnen super goed met de auto rijden. Ja, thanks. Ja, ik heb nu ongeveer 10 jaar rijervaring. Ik haalde mijn rijbewijs volgens mij toen ik 20 was. Ik ben nu 30. En ja, Myron die rijdt gewoon echt zo goed. Dat is echt niet normaal. Myron die heeft echt ook op circuit gereden en zo. En die, ja, die kan echt goed rijden. Dus ja, wat dat betreft, let's go man. We moeten nog 25 minuten, dus op zich valt het mee. Het is ook wel een goede eerste keer. Ja. 30 minuten in totaal. Ik denk dat dat wel nice is. Want het is vermoeiend, de auto rijden. Vooral in het donker. Als je nog nooit hebt gedaan, het is vermoeiend. Ik verbaas me ook altijd weer over het feit dat vrachtwagenchauffeurs soms gewoon echt nachten door moeten rijden. En ze hebben wel verplichte pauzes, maar dat alsnog. Natuurlijk, dat was niet. Het is ja, niet altijd. Volgens mij wordt er wel strenger op gecontroleerd, heb ik begrepen. Vroeger was het nog heftiger. Maar omdat het zo donker is buiten, is het nog vermoeiender. Dat is wel een kwestie van gewenning. Op het begin, misschien zou je nu vanavond wel thuis zijn moe van het half uurtje rijden. Ik ben super excited. Ja, nu nog excited, maar misschien later dat je inkakt. Maar dat komt gewoon dat je op heel veel dingen moet letten. Ja, inderdaad. Ik vind het zo hard. Weet je zeker dat ik die L achter op mijn auto mag houden daar? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, als je dat wil. Ja, maar heb je hem niet nodig verder dan? Ik heb er nog. Ik heb er superveel. Hoeveel krijg je er eigenlijk? Je moet die zoveel pakken of dat je wil. Die leggen in het stadhuis gewoon bij het stad. Je mag er zoveel nemen of dat je wil. Omdat ze weten, de meeste mensen met de L kopen nog geen eigen auto. Ah. Dus die rijden waarschijnlijk in andere mensen hun auto. En dan plakken ze gewoon, plak je L op die auto en dan mag ik erin. Meen je? Ja. Het is ook cool dat het is nu 8:30 uur. Van, het is zondag vandaag. Om 10:00 mag ik niet meer rijden. Het is echt waar. Het staat er om 10:00 mag ik niet meer rijden tot 6:00 de volgende ochtend. Ja. Dit doe je nice, bro. Thank you. Geef maar eens even goed gas. Oké, je hebt nog genoeg afstand. Doe nu eens in één keer vol gas. Je hebt genoeg afstand. Ah! Ik durfde niet, Oké, rustig. Hey, yo! Love it, love it, love it. Hij maakte nog een scheet. De uitlaat deed nog zo. Ja. Love it, holy shit, Enzo. Probeer rekening mee te houden dat jij zelf in de stoel niet op het midden van de weg hoeft te zitten. Je moet ietsjes links van de weg zitten. Want ik merk dat je nog ietsjes te vaak wat van die witte dingen in het midden pakt. Ja, maar waarschijnlijk het is enkel op de autostrade dan zo dat dat niet moet. Ik dacht dat je altijd zoveel mogelijk rechts moest rijden, maar dat is op de autostrade waarschijnlijk niet zo. Nee, niet dat ik weet. Ja, okay. Nee. Ik ben al 3 keer klaar gekomen in deze. Holy shit. Ben ik het goed aan het doen? Ja, zeker. Blijf goed voor je opletten, juist. Goeie. Dat is het allerbelangrijkste, maar dat heb je sowieso geleerd met je les al. Nog afstand laten. Ja, en niet alleen afstand, maar gewoon kijken wat er voor je gebeurt. Zeker, altijd deze spiegels checken. Juist. Als jij bijvoorbeeld wat harder komt aanrijden en jij ziet een auto achter die vrachtwagen op die vrachtwagen afkomen, yes. Dan weet je eigenlijk al, die auto gaat die vrachtwagen inhalen. Inderdaad. Dus die gaat elk moment naar links. Dus dan moet je gewoon alvast gas loslaten en dan weet je, ah, kniplicht, bam. Zeker. Dat is gewoon die voorbereiding. Als je ver genoeg kijkt, dan komt het helemaal goed. Yes, sir. Boom! Dus vooral alert zijn. Weet je maar wat ik het heel veel vergeleken heb de laatste week? Als je zo aan het snowboarden bent, het is druk op de piste. Dan moet je ook zo. Je bent alleen maar bezig met de mensen voor je. Met scannen, ja, scannen. Kijken wat andere mensen aan het doen zijn. Dat is hier ook zo. Ja. Je bent veel bezig met wat andere mensen aan het doen zijn. En of zij veel gas gegeven of zij naar links gegaan. Wauw, super nice. Super nice. Ja, wie kan dat zeggen, dames en heren? Met een L op de Lamborghini. Dat is zo grappig. Het is zo bizar. Er is nog een Lamborghini. Iedereen gaat uit de kant. Maar ik vind het best wel sick. Ja, nu kan je planken, bro. Maar besef gewoon dat je mag serieus. Ik ben nog steeds even de weg kwijt. Nathan heeft dus geen volledig rijbewijs. Hij heeft een voorlopig rijbewijs. En zelfs met dat voorlopig rijbewijs mag je 650 pk besturen. Ja, er zijn geen regels op welke auto je mag rijden. Dat is eigenlijk bizar. Dat is cool, hè? Besef gewoon dat de meest sikke, de plate Tesla Model X heeft 1000 pk. Hè? Dat is gek. En die gaat 2,6 seconden of zo. Ja, maar die maakt niet dat geluid. Nee, klopt. Maar ja, die voel je wel in je maag. Ja, oké, die voel je zeker in je maag. Maar het geluid is ook wel iets, hoor. Ja, dat geluid. Is een beleving. Mm. Ja, dat is wel lijp. Het is een beest, bro. We zitten hier echt gewoon in een stier. Ja, is wel echt zo. Ja, je wist dat logo een stier was? Ja, natuurlijk. Okay, dat was de pun. Oh, oké. Goed. Doe eens bzzz. Ik kijk ook niet zoveel naar rechts. Normaal als ik praat, check ik in de camera, maar nu. Nee, focus gewoon. Focus, doe je ding. Ja, ik ben trots, man. Je doet het goed. Ja, cool.
Nee, echt nice. Thank you. Maar het meest spannende komt nog, hè. Ja, in start. Dus besef dat je gaat jezelf afzetten bij het fucking centraal station van de Antwerpen. Dat is eigenlijk gewoon you. Ja. Daar heb je kruispunten, alles. Maar dat gaat lukken. Ja, tuurlijk. Het is een manuele auto. Het is een automatische auto. Ja, dat komt goed. Ja, dat scheelt wel, hoor, automaten. Hoef je niet de hele tijd dat te schakelen. Heel bezig te zijn met dat schakelen. Nu heb ik veel meer. Normaal moet ik dan soms eens naar beneden kijken naar welke versnelling dat ik zit en zo. En ja. Nu niet. Nu ben je gewoon rustig. Een hele goeie dit, dames en heren. Wauw, ik heb het naar mijn zin. Echt, boy, joh. Sorry. What the fuck, joh. Ik weet nog niet hoe ongevoelig dat er is. Ik wilde net iets van de grond even wegschuiven. Bijna mijn hoofd tegen de rem. Ik ben al een beetje aan het zoeken. De rem is, dat was de eerste keer dat ik op de rem druk. De rem is gevoelig. De rem is wel gevoelig van deze auto. Maar dat moet ook, hè. Jazeker. Ja, we zijn van de autostrade nu. Het was... Snelweg. Van de snelweg, ja, hetzelfde. Toch? Ja, man. Ik weet zeker dat Nederlanders autostraden niet gehoord hebben. Autostraden. Net zo'n UC-stoep. Wat zei ik van stoep? Ik was het ook vergeten. Toen jij zei het is stoep, dacht ik, wat, ik zat trottoir. Nee, niet trottoir. Jij zei iets anders volgens niet trottoir? Nee, volgens mij iets anders. Trottoir zag ik ook wel. Trottoir is ook stoep. Ik snap niet, bij licht, hè? Zoals nu, als we stilstaan voor de rood, doe ik altijd zo. Omdat je het gewoon niet kan zien. Ik zie nu niks. Ja. Daar zit dit voor. Dat vind ik, met GPS rijden, dat moet ik nog leren, man. Dat vind ik echt... Dat is iets apart. Want je bent afhankelijk van dit. Uiteindelijk nu overal de meeste plekken waar ik gereden heb, ken ik. Brugge, Blankenberg, daar kom ik elke dag bij Gent en zo. Maar dan een plek als dit ben je volledig afhankelijk van je GPS. En ik heb geen flauw idee waar de fuck we zijn. Dus ik moet naar dit checken. Nee, man. Ik heb de auto gekapt vandaag. Sorry. Wat doe je hier voor? Ik moet naar het station. I love, man. Ciao. Het eerste wat hij zei, Enzo Knol. Nee, man. Nee, wrong. Nee. Ik vind het echt knap en stoer dat je gewoon durft te rijden in het centrum. Ja, ik zei het daarnet, ik ben veel confidence, toch? Ik ben redelijk zelfzeker. Ja, dat is goed. Als ik het niet zou hebben, dan zou ik gezegd hebben, eigenlijk, van het hoeft niet. Maar ik was echt... Ik vind het leuk. Ik denk ook de beste manier om goed te leren rijden is gewoon veel rijden. Ja, sowieso. Recht nog iets meer naar rechts. En stop nu maar. Ja. En hou rem ingedrukt. En dan op P. Op deze P. Juist. En dan op die gevarenlicht. Boom. Nu mag ik loslaten. Juist. Oké, let's go. Nice, bro. Ja, lekker. Fucking nice. Zeker. Thank you. Ja, geen probleem. Oké, we gaan snel spullen pakken, afscheid nemen. En dan redt hij de trein nog. Je mag de L houden. Yes. Dat is wel knal. Ja, ja. Nou, dankjewel. Hey, alsjeblieft. Dikke pakken. Hey, dankjewel. Ik dacht dat je vlogs. 4 uur, nee, 5 uur nu toch? Ja, 4 uur. 4 uur. Ah, 4 uur nog steeds. Oké, ja. Oké. Hey, dankjewel, bro. Dankjewel. Ciao. Altijd love in België, dames en heren. Supermooi om te zien. Even checken. Laten we het microfoontje even fixen. Zo, dit was even snel, snel, snel. Ik wilde heel graag, en Nathan zelf ook trouwens, dat hij zijn trein ging halen. Want anders moet hij weer een uur wachten, omdat het nu wat later op de avond is. Gaat een trein pas elk uur in plaats van elk half uur. Ik ga meteen even navigatie naar huis doen. Ik ga meteen laten weten aan Marvin hoe laat ik thuis ben. Dan weet ze dat ook. En dan zijn we weer on the go. Check trouwens hoe nice het uitziet. Echt super nice. Check dan. Nu moet ik nog hier weg zien te komen. Antwerpen, ciao. Nathan, ciao. Nederland, here I come. Wauw, was wel echt spannend hoor. Om Nathan in de auto te laten rijden, zal ik jullie eerlijk vertellen. Maar ja, ik zei al, als ik iemand vertrouw, dan is sowieso Nathan wel. Goed, gaan we nog eventjes door de straten zelf van Antwerpen rijden. En dan zijn we straks weer thuis. Gaan we snel even wat dingetjes fixen voor de camperreis nog. Wat spulletjes inpakken. En dan, wauw, gaan we denk ik al snel slapen ook eerlijk gezegd. Zodat we fris en fruitig zijn morgen voor onze reis. Ook al moet ik zeggen, het begin van de reis kan Marvin ook wel rijden. Dus misschien is dat wel beter ook. Dan kan ik nog wel wat dingen fixen. Misschien wordt het toch wel een latertje nog vanavond. Maar goed, dat zien we allemaal weer. Ik ga nu als eerst even checken hoe laat ik thuis ben. En dan stap voor stap. Maar wauw, wat heb ik vandaag allemaal weer meegemaakt eigenlijk. Bizar. Hallo, hallo. Je hebt het overleefd. Yes. Woep woep! Hey, camperreis! Hey! Alles oké? Okay? Ja hoor. Nice. Goeie. Lekker man. Zin in. Ja. Je ook? Zeker. Nice. Ja. Let's go. Wow, tandenborstel ready alles. Kijk, ik ga lopen. Hij loopt gewoon. Nice. Oké. Okay. Dames en heren, ik ga meteen de vlog afsluiten. Ik ben echt moe. Het is nu 10:30 in de avond. Nee, ik ga hem nog niet afsluiten. Want over 10 minuten komt nog iemand anders. Die wil ook nog even gedag zeggen. Ik moet mijn excuses aanbieden. Excuses? Maar echt mijn oprechte excuses. Oh nee, schat. Ja. Wat heb je nou gedaan? Wat is dat? Nee! Je hebt hem gewassen. Oh, dat meen je niet. Ja, maar hij moest koud niet heb in de... Heb ik gedaan. Er klopt niks van dat fucking shirt. Want ik heb ze
allebei. Dit is het Spotify logo. Ja, kijk, deze is gewoon helemaal goed gegaan. Ja, en waar is het? Nee, en ook nog mijn favoriete. Niks aan de hand. Ik had liever dat die weg was dan deze. En bij deze is het gewoon helemaal af. Oh, maar dat maakt toch niet uit. Je hebt geen sluikreclame meer. Nee, dat is op zich wel nice. Er staat nu geen Spotify, want dit klopt wel allemaal. Ja, zeker. Oh, dus alleen die Spotify hier is weg. Ja. Nou, dat is nog toch oké. Okay. Van jou zit er ook gewoon op. Oh, maar dat maakt niet uit, schat. Daar ben je helemaal niet boos. Okay. Hey, Daniel. Hey. Hey, maat. Goedenavond. Ja, Daniel, die komt hier lekker slapen. Ja. En die heeft nog even een mooi vissetje geregeld voor mij. Ja, en ik werk hier 10 minuutjes vandaan. Dus. Ja, daarom. Dus het was wel handig om dan nog te blijven slapen als je toch in de avond kwam brengen. We zijn alleen op zoek naar een molen. Ja, we zijn een molen aan het zoeken. Ja. Als jullie weten waar het ligt, laat dan even weten onder in de comments. Ja, dan ik ga even zoeken. Ja, kijk er gewoon omhoog daar, hey. Ja, ligt hij daar? Ja, je weet maar nooit in welk hoekje die ligt. Misschien wel daarboven ergens. Hallo? Nee, ook niet. Nee, het is... Nu ook tijgen door het huis voor de zekerheid. Misschien ligt het is zo weer. Stom. Ik dacht dat ik wist waar die molen lag, maar dat weet ik dus niet. Dus ik heb alles. Een vishengel, een net, aasjes, maar geen molen. Ja, dat gaat hem natuurlijk niet worden. Gaan we even zoeken. Ja, dus ik moet even op zoek naar de molen. In ieder geval, dit was voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!